De registratie van personen die een BASO-kaart nodig hebben is niet gemakkelijk. Toch verloopt het vlot. Dit haalde minister Hanif Ramsaran van Sociale Zaken en Huisvesting gisteren aan voor de aanvang van de wekelijkse raadsvergadering. Ramsaran zegt dat er ook naar andere locaties zijn gekeken om de registratie nog verder te vergemakkelijken. We hebben goede samenwerking met MinVG en MinBISA. Dus het loopt wel vlot en we proberen zoveel als mogelijk ook de mensen die het nog niet hadden ontvangen of al lang vervallen waren, dat we hebben gekeken naar de mogelijkheden om die mensen ook te helpen, eenmaal we bezig zijn met het herregistratiebestand. Dus nogmaals, het loopt vlot. We zorgen ervoor dat de mensen die wel in een noodsituatie verkeren, want dat hebben we ook, dat ze een goede onderbouwing hebben. Aan de hand van hun onderbouwing, dat we zo snel als mogelijk dan hun te hulp schieten. Het ministerie was enkele maanden geleden begonnen met een training over de mogelijkheden van mail. Deze mogelijkheden stelden kinderinstellingen in staat om zelf redzaam te zijn. Deze training is stopgezet. Ramsaran spreekt dit tegen en zegt dat er gewoon betere mogelijkheden worden bekeken om de mensen tegemoet te komen. Momenteel was er een afdeling apart van KMW. Dus dat hebben we weer ondergebracht onder KMW. De opvanginstellingen, KMW betekent categoriaal maatschappelijk werk. Daaronder vallen alle instanties, instellingen. En natuurlijk willen we nog steeds gaan dat de kinderen, de bewoners, et cetera, nog steeds zelfvoorzienend zijn. Dus het is niet gestopt, maar vanwege het geheel COVID-gedoe, dat wij niet bij elkaar kunnen komen vanwege de maatregelen. Maar we wel ervoor willen zorgen dat we het meenemen bij natuurlijk 2021, wat al om de bocht is. Minister Hanif Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Hij stond gisteren enkele journalisten te woord op de stoep van het kabinet van de vice-president.